Wat is de volgende generatie bedrijven voor die Rotterdamse haven? Ik vind het heel interessant om die vorm te geven. Maar dan hebben we wel ideeën nodig van mensen uit deze regio. Juist in dit Rotterdam Makers District, RDM en Merwevierhaven, zien we een nieuwe generatie maakbedrijven. En die maakbedrijven die leveren cruciale bijdrage aan de transitievraagstukken van deze regio. Nou, ik woon nu ruim 20 jaar in Rotterdam en wat ik daar heel gaaf aan vind is dat het een stad is met nieuwe kansen. Creativiteit zoekt eigenlijk altijd een plek waar het kan experimenteren, waar het letterlijk en figuurlijk ruimte heeft. En dat hebben we hier in West absoluut. Zeker in het Merwevierhavengebied en ook op RDM. En door die twee gebieden eigenlijk nog meer met elkaar te verbinden, creëren we een unieke plek waar stad en haven elkaar echt tegenkomen. Wat RDM uniek maakt, is dat er drie domeinen samenkomen. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de evenementensector. Wat heel belangrijk is voor de Rotterdamse haven en deze regio, is dat jonge mensen het zien als een gebied van kansen. Ik denk dat het vaak vergeten wordt dat het echt bikkelen is om iets voor elkaar te krijgen. Je neemt een waanzinnig risico door aan de slag te gaan met iets waar je echt in gelooft. Maar het kan om duizenden en redenen niet lukken. Als het wel lukt, is het natuurlijk onbetaalbaar en het mooiste wat er is. En wat wij doen hier is op alle mogelijke manieren je te helpen zodat het wel lukt. Dat doen we door verbindingen te leggen met andere ondernemers. Maar we doen het ook door van RDM echt die hotspot voor innovatie te maken. En ik denk dat RDM bij uitstek geschikt is om juist dat soort begrippen smoel te geven.